Mo, sterkte. Ja. We got this. 3, 2, 1. Deze week is Lieke de Sjaak. Dat betekent dat zij geblinddoekt in de bus wordt gezet en naar een voor haar nog onbekende locatie wordt gereden. Zodra de zak afgaat, heeft ze nog 10 minuten. En dan moet ze starten met hetgeen dat ik voor haar gefixt heb. Yes! Oh nee. Jullie gaan zo meteen naar een tattoo shop. En degene die de Sjaak is, heeft zodra de zak van het hoofd gaat, nog maar 10 minuten om zich voor te bereiden om een tattoo te zetten. En dan heb ik het niet over een plakplaatje, nee, een echte tattoo bij een echte klant. Jullie gaan dus iemand verminken deze week. Heel veel succes daarmee. Lieke, de meest onhandige van überhaupt alle mensen die ik ken, die gaat een tattoo bij iemand zetten. Wat gaat er nu door je heen? Nou, eigenlijk wat er vooral door me heen gaat, is opties van wat ik moet gaan doen. Ben je bang voor dieren? Mo, ik weet het even niet. Sorry. Oh, raak je een beetje in paniek nu? Ja. Ja, ik hoor het. En onder water? Oh nee, moet ik zwemmen? Oh, ik vind het helemaal niet moet ik iets van... Wat gaat er nu door je hoofd? Wat wil je zeggen? Ja, van dat... zeg maar... sorry, ik merk dat ik niet heel goed na kan denken op de moment. Nee, dat merken wij ook. Maar dat is dus het hele punt. Dat zeg ik, als ik zenuwachtig ben, dan komt er gewoon poep uit mijn bek. Ja, brain fart. Kom maar. Oh, ik sta echt te trillen op mijn benen. Ja, nee, kom maar. Ja, nee, dat is een heel klein drempeltje. Ja, dit doe je heel lekker. Ho, pas op, hier bij je arm. Daar gaan we. Ik wil niet. Laat mijn hand maar los. Ik wil echt niet. Wat moet ik doen? No! En nu? Oh, mag ik ze open doen? Oh, waar ben ik? Oh, wat is dit? Krijg ik een tattoo? Krijg ik een tattoo? Zou je dat leuk vinden? Weet ik niet, het ligt eraan wat erop gaat. Waar ben ik? Hi. Hi. Hoi. Ik ben Kim. Ik ben Lieke. Je krijgt geen tattoo. Oh. Maar ik ga je wel helpen je eerste tattoo te zetten vandaag. Wat vet? Oh, dat vind ik heel vet. Ja? Op jou? Nee. Oh, dat had je... Ja, op jou! Niet! Oh, dat vind ik heel cool. Oh, maar ik kan helemaal niet tekenen. Want jij hebt een opleiding gehad. Hoe lang duurt die opleiding? Mijn apprenticeship duurde 5 jaar. Ik ga je de basics uitleggen en dan gaan we kijken wat je ervan maakt. De klant kan elk moment komen en over 10 minuten, precies 10 minuten, zet jij een tattoo. Oké, okay, leer het me, want we hebben 10 minuten. Hang los. We hebben nu minder mee dan 10 minuten. Oh, jeetje. Voordat je begint, altijd met schone handen. Ja. Trek je handschoenen aan. Ja. Je gaat zo meteen op de plek die getatoeëerd moet worden. Eerst even met een scheermesje wat haar weghalen. Dan plakken we het stencil op de plek. Ik vind dat al spannend. Is ook spannend. Dan gaan we op een gegeven moment tatoeëren. Ja. Met je linkerhand stretchen. En het is belangrijk dat je de richting die je stretcht, dat je naald die kant op gaat, zeg maar. Tegelijkertijd heb je vaseline. Als je een lijntje hebt getatoeëerd of eerst een klein beetje vaseline, lijn trekken en dan maak je het schoon met een doekje. Ja, dit is allemaal te veel informatie voor nu. Dat heeft allemaal geen zin. Oeh. Nou, we werken tegenwoordig met pennen. Ik heb hem redelijk schuin, want dan kan je de naald goed zien. Je voelt het vanzelf. Er zit een soort van weerstand die je voelt. Okay. Ja, het is sowieso heel gek. En bij de eerste lijn ga je sowieso het gek vinden om te doen. Het lijkt me satisfying wel. Ja, echt hè? Zo voelt hij ook. Linke, die komt al klaar joh, in die stoel. Hoe heb jij geoefend met tatoeëren? Gaat dat op een varken? Oh, of nee, een dooie, niet een levende? Ja, het is voor mijn tijd. Qua tekenen, voordat ik begon met tatoeëren, dan ga je eerst een leerlingschap ga je in. En mij werd aangeraden met een fineliner vast te tapen op een elektrische tandenborstel. Dus daar trainde je je hand op en hoe je je hand dan steady houdt, terwijl zo'n pen zeg maar trilt. Toen ik begon was er al siliconen uit, dus ik heb gelukkig nog wel op rubber leren tatoeëren. Dat is wel fijn. Ja, ik vind het wel heel cool, maar ik vind het ook wel heel... ik kan dit helemaal niet, dus voor de persoon die het laat zetten... Hallo. Hi. Hey, ik ben Levi. Ik ben Lieke. Hallo Levi. Hoi, je bent gek. Oké. Okay. We gaan wisselen van stoel. Vind je het spannend, Levi? Ik denk dat je gaat wel goed je best doen, toch? Ja, absoluut. Ja,
Dat komt vast wel goed, hoop ik. Als je je best doet, dan ja, als je best doet, komt het goed. Genoeg voor jou. Nee, je moet wel een beetje eruit zien ook. Ja, ik had nooit verwacht dat ik aan deze kant zou gaan zitten van de stoel. Nee. Ben je zenuwachtig? Ja, jij? Nou ja, nee, ik heb er al vertrouwen in, denk ik, toch? Oké. Okay. Ik heb mijn handen schoongemaakt. En dan pak ik DOS handschoenen. Oh, dit is kapot. Spannend, ouwe. Waar wil je hem hebben? Van hier. Hoeveel staten wordt het? Ja, of heb je geen idee? Geen idee. En sommige zijn dan ook dubbel. Ik heb denk ik wel elk lichaamsdeel een tattoo, behalve mijn gezicht. Wacht even, elk lichaamsdeel? Elk lichaamsdeel. Maar als in elk lichaamsdeel? Als in elk lichaamsdeel. Ook de penis. Ja, die heb ik zelf getatoeëerd. Niet? Ja. Is dit hem? Ja. Liek, wat is het? Ik denk een kat. Ik ben hier een kleine hint voor je, zeg maar. Tiger. Of een tijgerarm. Ik mag geen tijger zetten. Oh, wat cool. Oh, ik vind het echt super spannend. Ik zit even te denken of ik nog iets moest doen. Volgens mij niet. Zo? Ja, is dat recht? Ik kan niet goed zien vanuit deze hoek. Ja! Ja, nou, het makkelijkste heb je gedaan nu. Nou, ja. Wat denk je nu? Ja, waar de aanknop zit. Oh, ik denk, je bent heel spannend en tijd aan het rekken, maar je kan de aanknop niet vinden. Onder het groene ding. Oh ja, oh, ik dacht dat het een... Ready? Ja, sowieso. Oh, dit is zo ziek. Oh mijn god, het is zo spannend. Ja, ik raakte je aan. Oh, je hebt eigenlijk niks gedaan. Nee, nu moet ik weer vaseline doen. Ja. Denk ik. Dat naaldje is zo klein en gaat zo snel dat je dus niet ziet waar die terechtkomt. Je mag best dat... je doet heel voorzichtig. Dan komt het er niet goed in de huid. Hey Liek, jij hebt natuurlijk een beetje faalangst, of een beetje. Mm-hmm. Hoe gaat dat nu? Nou, ik wil daar gewoon niet te veel over nadenken, omdat ik niet mijn faalangst erover wil laten nemen, omdat ik dan gewoon echt op iemand aan het tatoeëren ben, snap je? Mm-hmm. Het is, als ik nu zou falen, dan is de ander een pineut. Ja, een ander de pineut. Ik kan niet meer aan denken. Dus ik moet gewoon nu even presteren. Oké. Okay. Ik ben nu niet bang dat je faalt. Jawel. En hoe vind je zelf dat gaat? Ja, het gaat oprecht wel goed. Het is wel lastig om elke lijn even dik te maken. Maar ik zie jou wel echt met een heel blij gezicht dit doen. Nou, ik vind het oprecht heel leuk. Voor hoeveel geld heb jij aan tattoos op je lichaam? Ja, mijn duurste zijn twee neukende naaktslakken hier. Ja, ja, maar ook hoe het echt gaat in de natuur, hè, zeg maar. Dus ze draaien om elkaar heen en dan hun piemel groeit uit hun nek en dat draait ook om elkaar heen en dan bevruchten ze elkaar. En die was €550. Maar dat is full color en echt van hier tot hier ongeveer. Zit op die kruk alsof je niks anders doet de hele dag, Lief. Wel, hè? Zo. Hij zit gewoon. Lachen. Hij zit gewoon. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het heel vet. Kijk, het is misschien niet de meest perfecte tattoo, maar hij is ook niet misvormd, toch? Nee, precies. Ben jij blij? Ik heb gewoon een tattoo gezet. Zou ik hem nog even goed schoonmaken? Ja, ik ben best wel positief verrast als het gedaan heeft. Ja. Oh, nou, dat klinkt als heel goed nieuws. Oh, hij is echt mooi. Wil je hem zien in de spiegel? Tof. Ik zit helemaal vol met adrenaline! Oh. Hij is wel echt, echt heel mooi. Ik heb echt een goede stijl. Ik ben er heel blij mee, dankjewel. Ja, ben je er echt blij mee? Ik ga je knuffelen. Ik vind het zo stoer van je. Ja, thanks. En heel veel succes met de rest van je tattoo-carrière. Ja, thanks. Hoe ging het? Het ging goed, denk ik. Ik weet niet, ik vond het heel vet. Yeah. Heel spannend, maar heel vet. Jongens, laat in de comments weten wat jullie willen dat wij de volgende keer gaan doen. Of in ieder geval één van ons. En ik hoop dat het Mo is. Heel erg bedankt voor het kijken, jongens. Ik vond het heel vet. Hopelijk jullie ook. Dank.